Vrouwelijke componisten was het nooit gegeven om uit te groeien tot grote namen, om de simpele reden dat het vrouwen waren. Maar in Parijs werd een meisje geboren die alles mee had. Ze kwam uit een muzikaal geslacht. Haar vader en grootvader waren componist. Haar grootmoeder was een beroemd operazangeres. En het klimaat in Frankrijk aan het begin van de 20e eeuw was perfect voor dames die wilden componeren. Zij zou ook zijn uitgegroeid tot een van de grootste componisten van de 20e eeuw. Als zij niet op 24-jarige leeftijd was overleden. Maak kennis met het meisje dat moest sterven als talent. Maak kennis met Lili Boulanger. We staan hier op Place Lili Boulanger in het hart van Parijs. En in dit appartementencomplex woont zij de laatste jaren van haar leven. Lili lijdt vanaf haar tweede aan een ernstige longafwijking die haar fataal zal worden. Maar het is juist een andere gebeurtenis die haar composities heel sterk zal kleuren. Als ze 6 jaar oud is, heeft ze een gesprek met haar vader. En midden in het gesprek komt hij te overlijden. Het is die traumatische gebeurtenis die haar werken altijd zal tekenen. Het is altijd dat gemis, dat verdriet, wat je er doorheen proeft. En dat maakt ook dat haar werken geen bonbons voor de oren zijn. Het zijn complexe, ontoegankelijke composities waarin je altijd de worsteling voelt over hoe oneerlijk het leven is, maar dat je het wel moet accepteren. Haar talent ontwikkelt zich even snel als haar ziekte. Als ze 2 jaar oud is, kan ze noten lezen. Maar is ze 5 jaar oud, dan gaat ze naar het conservatorium. Samen met haar 5 jaar oudere zusje Nadia. Nadia zal uitgroeien tot een van de grootste docenten. Ze zal les gaan geven aan Leonard Bernstein, Philip Glass, Igor Stravinsky. Maar ze zal altijd blijven zeggen, voor mij was er maar 1 componist. En dat was mijn kleine zusje Lili. Even buiten Parijs zijn we op een plek die dierbaar is geweest voor Lili. Moeder Boulanger huurde hier een huisje voor haar dochters, waar ze alle rust konden componeren en inspiratie konden opdoen. Hier in het Théâtre du Châtelet wint Lili in 1913 op 19-jarige leeftijd als eerste vrouw de prestigieuze Prix de Rome. Het is een prijs die al meer dan een eeuw jaarlijks wordt uitgereikt. En onder haar voorgangers, alleen maar mannen, bevinden zich namen als Berlioz, Bizet en Debussy. Maar tijdens de uitreiking vond Lili flauw. Haar gezondheid wordt steeds slechter. En het geluk van de prijs, een reis naar Rome, is slechts van korte duur, want ze moet ziek naar huis. In haar laatste werken is berusting in haar lot steeds sterker te horen. En dat is niet vreemd, want in 1916 weet ze dat ze ongeveer nog 2 jaar te leven heeft. Maar het opmerkelijk is dat naarmate haar levenskracht afneemt, de kracht van haar muziek alleen maar sterker wordt. Tot 15 maart 1918. Dan moet ze de strijd staken. Ze werkt op dat moment aan een opera, La Princesse Madeleine, die ze onvoltooid moet achterlaten. Zonder de andere dames tekort te willen doen, Lili Boulanger was toch echt de eerste componiste van betekenis. Haar intensiteit en inventiviteit zijn haast mannelijk. En 24, je moet je voorstellen, als mannen als Brahms of Beethoven op die leeftijd waren overleden, dan hadden we nooit van ze gehoord. En toch verdient Lili Boulanger een groot publiek. Maar wel een publiek dat zijn best voor haar doet. In de cd-recensie las ik iets heel treffends. De muziek van Boulanger wil veroverd worden voordat ze zich volledig aan je geeft. En zo hoort het ook, mijn vrouw.